Het Holland Festival is bijna voorbij. Vanavond is er nog een spectaculair slotprogramma in het Concertgebouw. En wij blikken hier in de studio met een aantal gasten terug op bijzondere optredens en voorstellingen. Welkom bij Holland Festival 2016. Ja, een van de belangrijkste voorstellingen van het Holland Festival was dit jaar het optreden van het Syrisch Nationaal Orkest. De muzici kwamen speciaal voor dit concert uit alle delen van de wereld. En het was een hartverwarmend weerzien van collega's, vrienden en familie. En ook het wereldberoemde Kronos Strijkkwartet was te gast op het festival. Zij gaven deze week onder andere een aantal masterclasses. En Anneke Groenteman en Remy van Kesteren zijn hier om over bijzondere voorstellingen te praten. Maar eerst componist en dirigent Merlijn Twaalfhoven. Na een jaar met bijzondere evenementen om de fagot uit de vergetelheid te trekken, sluit hij af met een spectaculair concert. Hij componeerde een stuk voor meer dan 200 fagotten. Het was een spannende repetitietijd. Meestal in een orkest zijn er maar 1 of 2 fagotten. En nu zijn het er heel erg veel, dus dat lijkt me wel heel erg leuk. Ik zou gewoon zeggen, kom en laat je overspoelen door de fagot. Ja, en het concert vond vanmiddag plaats. Grand Symfonia, Merlijn Twaalfhoven, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, en het zag er fantastisch uit in het Concertgebouw, in de grote zaal. Ja. Hoe is het gegaan? Nou ja, we hebben echt geschiedenis geschreven. Ja, dit heeft dat gebouw nog nooit gehoord. Nee. Ik heb gecheckt of het verzekerd was. Want op een gegeven moment, toen we allemaal bezig waren, 274 fagotten, begon dat gebouw toch wel angstig te vibreren. Ja. Ik was erbij, hè. Ik was gewoon verbaasd over hoeveel soorten geluid er uit een fagot kan komen. Ja. En wat me ook opviel, dat er heel veel fagotisten op blote voeten rondlopen. Is dat iets wat inherent is aan de fagotist? Of... Nee. Dat leek mij een fijn gevoel. Dus dat heb je meegenomen in je compositie? Precies, want dan voel je die trilling van het gebouw, voel je dan extra goed. Oh, dat heeft dus een beetje met de ervaring te maken en de beleving. Ja. Ik wilde het publiek ook nog uitnodigen, maar goed, dat was even gecompliceerd. Om onze schoenen uit te trekken. Ja. Hadden we het gedaan. En je zei net al 274. Jullie deden, behalve dat het een wereldpremière was, was het dus ook een wereldrecordpoging. Precies, ja. En die is gehaald. Ja, absoluut. Ja, überhaupt is er nog nooit een recordpoging met fagotisten bijeen. Maar voor het Guinness World Record boek is 250 de limiet. Dus... we hebben de lat neergelegd, dus nu is het aan Londen of Parijs om te kijken of ze eroverheen kunnen. Ja, ik vond het een fantastische ervaring. Wat mij opviel, want hoe pak je het aan, hè? 274 fagotten. Begin je dan met schrijven voor een vijftal en dat vermenigvuldig je? Of nou, hoe dat werk is, je? Je kunt niet achter de piano gaan zitten en een liedje gaan maken en dat dan opschrijven of met je computer dat opnemen. En dan op print drukken en zeg, speel het maar. Ja. Je moet rekening houden dat die spelers staan ver uit elkaar. Dus zelfs als je dirigeert, op het moment dat die wat speelt, hoort diegene het een halve tel later. Dus je moet eigenlijk je muziek inrichten al op die massa. Ja. En dat is een heel proces geweest, want ik kon het me onmogelijk voorstellen. Dus pas bij de repetitie begon het te leven. En toen heb ik ook meteen allerlei... kreeg ik ideeën en dingen heb ik weer weggegooid. Dus de spelers die zijn kregen elke paar dagen een e-mailtje van mij. Ik heb wat veranderd. Met een attachment. Dat was niet iedereen blij voor, want meestal, het is natuurlijk fijn als je op een gegeven moment wat hebt geprint en je kan het studeren en dan is het af. Ja. Terwijl dit is nooit af geweest. Zelfs tot na de generale repetitie, dus om 2:45, een kwartier voor aanvang, heb ik nog een verandering door weten te voeren. Waardoor ik, achteraf gezien, heel blij mee was. Welke verandering was het? We hadden een soort slotliedje. Een heel zacht, mooi stukje. Wat veel te hard klonk. En uiteindelijk is dat tijdens de voorstelling vanaf buiten gespeeld. Dus vanaf op de gang. Dus heel uit de verte
ging het nog door. Heel ander effect. Ja, dat was het einde. Jij hebt met heel veel verschillende fagotisten gewerkt. Want er zaten ook mensen bij. Die hebben een soort crash course gevolgd. Die hadden nog nooit een fagot gespeeld. Ja, ik kan me voorstellen dat het ontzettend leuk is. Er waren ook kinderen bij en zo. Maar heb je het gevoel dat je dan moet inleveren op de muzikale kwaliteit? Of? Kijk, voor mij is het als componist, je hebt zeg maar een palet aan kleuren. En op het moment dat je alleen met professionals werkt, dat zijn die kleuren. Nou, heb je een aantal kleuren. Maar dat is veel beperkter dan als er ook mensen bij zijn die veel minder ervaring hebben op het instrument. Ja. Dus voor mij wordt het eigenlijk veel rijker om met die combinatie te werken. Ja. Het is alleen niet dat ik eenvoudige muziek speciaal wilde schrijven. Ik heb hem natuurlijk wel heel tactisch aangepakt. Dat de mensen die pas net speelden, dat die de klanken en de noten kregen die, die meer voor de hand lagen. Die ze makkelijk. Je hebt allemaal grepen, hè? Je kunt echt in de knoop raken met je vingers. Dus dat hebben we wel proberen goed uit te pakken. Maar ik wilde geen soort van kindermuziek maken om de kinderen blij te maken. Precies. We hebben echt gewoon een heel, heel ruig, volwaardig festivalstuk kunnen maken. Wat vind jij zo mooi aan de klankkleur van een fagot? Nou ja, er zijn er dus 100 kleuren. Kijk, ik vind het allermooiste dat het dus zo'n ontdekkingsreis is om met zo'n instrument, zo'n project aan te gaan. Ja. Voor mij vertelt dat gewoon heel veel over de natuur van klank. En het karakter is verder. Je kunt niet keihard spelen, maar wel heel robuust. Je kunt heel. Dus dat vind ik eigenlijk heel, heel erg mooi. Ja. Het is nooit lomp, maar het kan wel heel een beetje gruwelijk zijn soms. Ja, een van die fagotisten is Bram van Sambeek. Bram, ik sprak jou vorig jaar nog tijdens deze uitzendingen. En dat was de start van het Red het Fagotjaar. Is de fagot gered? In Nederland is hij nu zeker gered. Inderdaad, we kijken al naar internationale mogelijkheden. Ik stel voor dat we volgende keer met duizenden fagotten in de arena of zo. Kijk, jullie rollen gelijk uit. Het wordt nu gewoon. De wereld is je toneel. Ja, het is een heel mooi begin dit. Ja, ik zag jou vanmiddag op dat podium staan. Hè? En je stond ook wel met een big smile. Want ik dacht, voor jou moet het ook bijzonder zijn, want jij speelt een noot. En er kwam een soort geluid van 200 fagotten uit die zaal terug naar jou. Ja. Hoe was het? Ja, het is geweldig. Ja, ik ben als een soort van sjamaan mag je dan vooruit gaan. En het antwoord was echt hartverwarmend. En ik vond het echt geweldig om dat van zoveel verschillende mensen terug te krijgen. Ja. Dat was echt een heel dankbare taak. Ja. Ja, en wat mij opviel was dat er zoveel humor in zat. Hè? In de muziek, in jouw compositie en hoe je op elkaar reageerde. Mensen moesten ook echt soms echt lachen om wat er gebeurde. Had jij dat gevoel ook? Maar dat merkte ik eigenlijk pas tijdens het concert. Dat was ook wel onverwachts. Meestal is het niet zo'n goed teken als mensen beginnen te lachen na 2 maten solo Mozart. En dat gebeurde nu wel. Dus ik dacht, goed. En wij kennen dit stuk, het Mozart-concert, heel erg als een serieus auditiestuk. Ja. Dus op het moment dat er keihard wordt gelachen, dat betekent dan meestal net zoiets als het belletje. Maar dit was juist dit het was teken van een heel goede sfeer. Ja. Ja. Want dat was dus een grote verrassing dat de muziek overging in Mozart. Ja. Dat ook het Nederlands Kamerorkest daar stilletjes was gaan zitten. Dus we hadden al die fagotten, maar in één keer de strijkers, zat er een echt orkest en klonk er echt de Mozart. En dat was natuurlijk een groot contrast. Ja. En die lach was ook wel, was gewoon totale verbazing van wat daar gebeurde. Ja. Want je hebt een heleboel fagotisten meegenomen. Maar blij dat jullie er zijn. Wat gaan ze spelen? Nou, we gaan eigenlijk een samenvatting maken. Het stuk vanmiddag duurde een uur. Ik ga allemaal lekker staan, jongens. En wij kunnen dat in 3 minuten. Jullie kunnen dat gewoon in 3 minuten. Kijk, wij gaan er klaar voor zitten. Aan jullie het podium. Geef ze een warm applaus. Thank you.
Fantastisch. Het Holland Festival trekt ieder jaar zo rond de 70.000 bezoekers. En aan tafel twee van die bezoekers, liefhebbers van het festival, Hanneke Groenteman en harpist Remy van Kersteren. En hij mocht onlangs de belangrijkste Nederlandse muziekprijs in ontvangst nemen. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dat klonk goed, hè? Oh, wat erg dat ik daar vanmiddag niet bij was. Ja! Het was uitverkocht. Jij kan niet alles zien, Hanneke. Nou, maar ik had geprobeerd een kaartje te krijgen, maar dat kon niet meer. Ja. En nu vind ik het helemaal verschrikkelijk. Een toegift. Wat een gevoel dit. Ja. Ja. We hebben jullie gevraagd om een van de voorstellingen die jullie bezocht hebben met ons vanavond te bespreken. Welke voorstelling heb jij uitgekozen, Remy? Ik was bij Sonlux met het KCO, het Concertgebouw Orkest. Ja. En waarom wilde jij in eerste instantie, we gaan het er zo over hebben, maar waarom wilde jij in eerste instantie naar die voorstelling? Nou, ik was heel nieuwsgierig. Sonlux ken ik een beetje. Dat is echt een soort heel populaire band, maar eigenlijk sinds kort ineens opgekomen. Dus daar was ik al wel nieuwsgierig naar. En zeker in combinatie met het KCO natuurlijk een geweldig orkest. Maar ook een beetje een soort bastion natuurlijk. Ja. En het feit dat zij zich openstellen, ook voor de popmuziek, vond ik een heel interessant gegeven. Dus ik was heel benieuwd. Ja, heel goed. Daar gaan we het zo over hebben. Hanneke, jij bent naar Toneelgroep Amsterdam geweest. Husbands and Wives. Ken je de film? Ik ken de film al heel lang. Van Woody Allen. Ik vind het eigenlijk de kernfilm van Woody Allen. Waar alle andere films mee te maken hebben. Ja. Twee echtparen en het gedoe met relaties. Heb jij een relatie? Ik heb een relatie. Ja. Kijk. Pas op dat je niet één woord verkeerd zegt, want dan gaat de hele boel schuiven. Dat zie je niet. Is dat een beetje de boodschap? Ja? De boodschap van Woody Allen, ja. Ja, we hebben wat beelden van... Het is nu bewerkt voor toneel. We hebben wat beelden van de toneelvoorstelling. Laten we even gaan kijken. Jack en ik gaan naar elkaar. Ik ben weer begonnen met therapie. Ik bedoel, het is onzin om je te conformeren aan een of andere mysterie samengesteld huwelijkconcept. Hè? Elke situatie is anders. Wat jij eigenlijk wil zeggen is, als het maar werkt. Wel, een romantischer moment dan dit kun je je niet voorstellen. Dit was een erg gepassioneerd moment. Ja, een film van Woody Allen, ik geloof in 92. En ze hebben het script vrij letterlijk meegenomen naar het toneel. Ja. Is dat gelukt? Dat is totaal gelukt. Die film vond ik al magistraal. Maar deze voorstelling voegt er de magie van het theater aan toe. Door een film kan je goed monteren. Maar hier zie je voor je ogen de onrust, de paniek, de humor. Alles wat Woody Allen bedoeld heeft, heeft Simon Stone, die Australische regisseur, heeft daar een geweldige voorstelling van gemaakt. En wat spreekt jou zo aan in dit relatiedrama? Ja, dat relaties zo moeilijk zijn. Ja, en dat iedereen. Nou ja, omdat de mens en zeker de vrouwen, maar de mannen ook wel, zijn onzekere schepsels. En in een relatie, je krijgt geen garantiebewijs zoals in een winkel. Hè? Dus je moet altijd weer testen. Is het nog wel de relatie waar ik zo op reken? Ja. Dus het ene woord haalt het andere uit. Dus dan zegt de hoofdpersoon, in dit geval Ramzi Nasser, zegt tegen zijn vrouw, in dit geval Halina Rijn, allebei superieur gespeeld. Die zegt, dan zegt zij, val je eigenlijk op die jonge studenten waar je les aan geeft? Zegt hij, nee, ik val helemaal niet op. Dan zegt ze, ja, maar zij vindt zij wel op jou. Nee, ze valt niet op, maar ze vindt dat ik een heel interessante schrijver ben. En dat is iets heel anders. En daar hebben we gesprekken over. En dan begint het huwelijk al te schuiven. Snap je? Dan denkt zij, oh-oh. En een bevriend echtpaar, Marieke Hebink en Ausgeir Danes, die kondigen aan dat ze gaan scheiden. Ja. En daar maakt het eerste echtpaar zich ongelooflijk druk over, vooral de vrouw. En dan krijg je zo helemaal relatiedrama's. Ja. Op een hele subtiele manier. En het leuke is ook dat toen Woody Allen die film maakte, draaide, was hij met Maya Farrow. Maar tegelijk was hij al met zijn... Met zijn stiefdochter. Zijn stiefdochter. Dat was toen Kim al... Kim Jong-il heet ze geloof ik op anders. Gelijk naar een dictator noemen. Maar dat was in ieder geval al een enorm huwelijk dat op zijn knappen stond. Dat wel was al geknapt. Want Mia Farrow heeft toen gezegd, oké, ik maak deze opnames af. En toen was de Derde Wereldoorlog uitgebroken daar. Maakt die film extra pikant. Ik geloof dat dat hier
helemaal niet aan de hand is. Want het is in 92. Maar zeg je van die relatie perikelen, dat is eigenlijk altijd hetzelfde? Of doet het nog ergens enigszins gerateerd? Volgens mij in mijn herinnering dan, hè, want ik ben natuurlijk nu bejaard, dus ik heb dat nu niet. Maar in mijn herinnering is het, en wat ik om me heen zie, is het dat schaatsen op glad ijs, dat elkaar aftasten, dat eeuwige wantrouwen wat altijd op de waakvlam staat. Ja. Dat is van alle tijden. En dat wordt in die film, maar ook in deze voorstelling, superieur, dat is de verdienste van Woody Allen. En de theaterversie is de verdienste van Simon Stone en de vier acteurs en de twee bijacteurs. Ja, en dan is het, dan kan je zeggen, Woody staat bekend om de lichtvoetige, humoristische manier waarop hij soms hele schrijnende problemen aan de kaak stelt. Hè? Want het is ook analytisch natuurlijk. Hè? Het is, daaronder zit toch een andere soort laag. Andere laag. Dus wat ook ergens wat ik las, het is Woody Allen en Virginia Woolf. Er zit ook gewoon het verdriet en de wanhoop om zo'n relatie toch goed te houden. Hè? En dat zit er ook onder. Maar het is ook heel geestig. Precies, want die humor die blijft ook bewaard, ook op toneel. Ja, en dat is de mooiste humor. Dat is natuurlijk in New York, heeft het iets heel erg New Yorks. Maar ze hebben dat prachtig omgezet naar hier. Ook het toneelbeeld is, ik vond het een smul. Ik ga er absoluut nog een keer naartoe. Echt waar? Als ze in oktober weer gaan spelen, wil ik het nog een keer zien. Een aanrader dus. Ja, vind ik wel. Heel goed, Husband and Wives. Nou, Toneelgroep Amsterdam is niet alleen te zien in Amsterdam, maar vanaf het najaar door het hele land. Ja, Remy, jij ging dus naar die bijzondere samenwerking tussen de New Yorkse band Son Lux en het Concertgebouworkest en Claire McFadden, die zong erbij. Ja. Waarom die Son Lux? Je vertelde net al even, hè, dat je waarom je was geïnteresseerd. Had je al iets vaker van hem gezien live? Van hun, moet ja, ik zeggen, de band? Ja, het is een trio en ik heb een bandje al een paar keer gehoord. En hoewel het niet helemaal mijn muziek is, het is een beetje een wat gekwelde, emotionele zang. Met af en toe een beetje maniertjes, maar het is wel heel erg van nu. Dus qua de geluiden die ze maken, de sound die ze maken, is heel goed. En het is vooral ook, ik heb geen ander woord voor dan gewoon rete strak. Die drummer is echt supergoed. Ja. Ian Chang heet hij. En het staat gewoon als een huis. Het is gewoon heel goed in wat het is. Dus ik was gewoon heel nieuwsgierig. En, maar voordat jij het verder, ik hou de spanning op. Gaan we heel even kijken naar wat repetitiebeelden van hoe dat er toen uitzag. Ik al groot zijn mee slepen. Het geluid was hier nog niet optimaal, maar het was een repetitie. Ja, het was wel lekker binnenkomen, ja. Nou, laat ik beginnen in ieder geval met de arrangementen. Eén waarvan je net hoorde van Jules Buckley. Echt te gek. Dat is echt een man, hij is dirigent van de Metropool. Dus iemand die dat wel toevertrouwd is om de genres elkaar te laten vinden. En Claren McFadden, die we hoorden zingen. Ja, fenomenale zangeres. Alles wat zij aanraakt, vind ik geweldig. Ja. De twee hoofdpersonen in kwestie, het orkest en Son Lux, vond ik een iets minder geslaagd huwelijk. En waarom was dat zo? Ja, het was gewoon, het was alsof ze niet echt met elkaar wilden. Het was gewoon eigenlijk, er was geen synergie. En dat vond ik eigenlijk een soort opeenstapeling van gemiste kansen. Je hebt zo'n fantastisch orkest, een geweldige band. Maar het begint al bij dat het orkest zich niet laat versterken. Dat is ergens ook misschien hun trots, of dat willen ze niet. Maar als je dan met een band speelt die toch best wel knijterhard vooral tot zijn recht komt, is het gewoon zoeken naar een balans. En krijgen ze nooit echt een sound die ze samen maken. En ik denk altijd, als je samen iets gaat doen, als twee kunstenaars elkaar ontmoeten, dan moet je echt de tijd nemen om elkaar te leren kennen, te onderzoeken. Ja, want jij bent eigenlijk iemand ook die spannende samenwerkingsverbanden aangaat en ook probeert een beetje die grenzen te beslechten. Want wat is dan het geheim van een goede samenwerking? Dat je er vol voor gaat en dat je kans houdt op mislukking. En de meer dan de helft van die projecten die mislukken ook gewoon. Ja. Soms is het toch ook gewoon een bedenksel? En, dat ze denken, heel leuk bij elkaar. Nou ja, en dat bleef dit een beetje. Dat was echt mijn probleem. Het was bijna, omdat ik ook veel van dit soort samenwerking doe, dat ik af en toe voelde alsof ik aan de tafel zat en dat je het orkest of een vertegenwoordiger van het orkest hoort zeggen, het is ook wel belangrijk dat het orkest ook doet waar het goed in is, weet je wel. En dus speelde het orkest een paar stukken
waarvan één trouwens geweldig was, een stuk van Crumb. Maar er was ook een werk van Ives, wat gewoon totaal de plank misloeg. En je zag bijna die orkestleden, het was ook niet geregisseerd, dus die orkestleden zaten een beetje ongemakkelijk dan op het podium, terwijl het orkest... Maar jij zegt eigenlijk totale overgave is nodig om dit tot een succes te maken. Ja, noodzaak. Een noodzaak, inderdaad. En dit bleef toch te veel een op zich leuk idee, maar echt jammer. Want het had volgens mij veel meer ingezeten. Ja, we hebben je nog even gevraagd om iets korts te noemen wat dan wel heel erg geslaagd is als een samenwerking. Ja, nou ja, een tijdje geleden was ik ook in het Concertgebouw. En toen was Amsterdam Sinfonietta daar. Ja. En dat is bij uitstek een ensemble wat zich altijd vol ergens instort. Met Wende Snijders. Met Wende. Die heb je ook gezien. Heb gezien, ja. En ik heb echt gejankt. Ik vond het zo ontzettend mooi. Het heeft me zo diep ontroerd. En zo zou het altijd moeten zijn. Dat was geweldig. We kijken even naar een kleine instart. Dat was theatraal ook zo mooi. Dat bewoog allemaal met elkaar. Ja, maar dat is het ook. Als je twee van die groepen bij elkaar zet, dan moet je ook daarover nadenken. Van hoe, weet je, blijft zo'n orkest zo'n orkest? Want op het moment dat je toch, de zeer gerespecteerde dames en heren, toch wat keurig blijven naar muziek blijven staren. Of en dat die band probeert daar los te gaan daarvoor. Ja. En dan zit het orkest heel keurig te strijken. Ik bedoel, een paar mensen. Ja, het was gewoon een love affair, hè, tussen Wende en... Ja, daar was het echt. Ja. Daar werd echt iets nieuws gemaakt. En je zag iedereen in het orkest geweldig genieten. Ja. Je zag Wende genieten. En dat is ook wat je wil zien. Je wil ook dat ze echt samen... En dat ze echt voelen van... Dat ze zelf voelen van dit is te gek. En dan ga je dat als publiek ook nog meer ervaren. Heel goed. Fijn dat jullie er waren. Wende was ook bij Husbands and Wives. Hebben we nog lang over relaties zitten napraten. Kijk, ook. Nou, ga naar het Holland Festival. Je komt overal achter. Het is één grote. Nou ja, dank jullie wel voor jullie komst. Hanneke Groenteman, Remy van Kesteren. Dank jullie wel. Ja, graag geziene gasten op het Holland Festival zijn de leden van het Kronos Kwartet. Wereldberoemd vanwege hun pionierswerk op het gebied van nieuwe muziek en avontuurlijke verbindingen. Bijvoorbeeld met het Nederlands Danstheater. 2 jaar geleden stonden ze samen op het festival. Ja, dit was ook een fantastische samenwerking. Heel mooi. Maar het Kronos Kwartet, Marlijn, hoe groot zijn zij? Ze zijn uniek. Sinds 1973 gaan ze totaal hun eigen weg. En trekken zich niks aan van de conventies. Het is natuurlijk een grote klassieke traditie met de strijkkwartetten. Maar zij zijn altijd samenwerking aangegaan met levende componisten die ze niet alleen in Amerika en West-Europa vinden, maar vooral over de wereld. Ja. Tot in het verre Lapland en diep in Afrika vinden zij muzici om echt mee samen te werken. En jij was al fan van ze en toen en nu spelen ze ook nog een stuk van jou op het festival. Klopt. Ja. Ook heel bijzonder. Ja. Wat maakt hun zo goed? Kijk, ze spelen heel strak. Super, super technisch. Er zijn een aantal gewoon... Nou ja, ongelooflijke kundige dingen. Mensen. Maar daarnaast hebben ze gewoon een visie op muziek en wat muziek kan zijn. En daarmee hebben ze ook gewoon, maken ze echt impact in de muziekgeschiedenis. En beïnvloeden ze dus ook weer componisten. Ja. Het Kronos Kwartet gaf dit festival dus ook een aantal masterclasses. En opvallend is dat er ook een masterclass werd gegeven aan een saxofoonkwartet. En wij namen een kijkje bij die masterclass. I saw you on YouTube this morning. Oh. You're fantastic. I really am looking forward to hearing you. It's so funny to hear you do the quartet because I'm so used to seeing a bow, as opposed to...
So it's really interesting. I enjoy masterclasses. Students are very inspiring in a lot of ways. And plus, if there's something that's not going right, I always feel like I'm learning because I have to analyze what can make it better. I think you can slow down even more. Yeah. Da 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 dee da dee, and be a little more demonstrative. Control the space before you even begin and get in the mood of what you're doing. Da da da, da 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 da. You're always going there. Na na da 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 da. Okay. Now, I also think you guys should move more. Really feel that one, and I think you'll be more together, too. You know, John is our dramatist. I mean, he's a great actor. He's the second violinist, and he's gonna own the stage. And so you have to have this silence, like in any actor, and then you have to say something. You can't just say something, but you have to give notion that you're starting, okay? So own the stage, let everybody, and everybody has to be silent, everybody can't move, let her take the role. To me, that makes all the difference. I think it prepares the audience that you're playing, rather than if you're so silent and you just breathe, people are, oh, is it time to go? Yeah. I don't even have 5 minutes? No. Okay. Good. Thank you. It's Thank really you. A pleasure to coach you guys. You sound fantastic. So. Thank you. Ja, en het Ebony Saxophone Quartet is hier in de studio. Dieneke, ja, jullie kregen toch een bijzondere masterclass. En jullie kregen vooral tips om meer de ruimte in te nemen, om bijna een beetje meer te acteren. Hè? Hoe is dat voor jou als saxofoonspeler? Ja, heel bruikbaar en ook wel nieuw voor ons. Ja? En het is ook wel grappig dat juist de strijkers ons vertelden dat we juist heel erg moeten ademen voordat we inzetten. Want ja, we ademen natuurlijk sowieso. Ja. Maar zij vertelden ons om echt te laten zien ook en het publiek voor te bereiden op wat er komt. Ja. Want jullie spelen iets wat oorspronkelijk voor strijkers is geschreven. Ja. Is dat moeilijk? Soms kom je wel problemen tegen, ook omdat we moeten ademhalen natuurlijk. Ja. Sommige passages die zijn heel erg geschreven om door te spelen. Ja. Dus dan moet je oplossingen vinden. En ook soms met registers en technieken, pizzicato, hoe ga je dat oplossen? Ja, wat is de meest waardevolle tip die je vandaag hebt gekregen? Ook heel erg om niet alleen op het podium te zijn, maar ook met 10% te luisteren naar hoe het publiek het hoort. Zeg je maar. Moet eigenlijk een beetje zelf ja, tussen 10% het publiek in het publiek te zijn en van een afstand te luisteren. Zeg ja. Heel goed. Nou, jullie gaan spelen aria opus 9 van componist Wijnberg. En Johannes heeft dat speciaal voor de saxofoon gecomponeerd. Gearrangeerd. Bewerkt, ja. Ik maak er eigenlijk zo groot van. Neem dat podium. Dat zei die man tenslotte. Zijn jullie er klaar voor? Dan geef ik het podium aan jullie. Geef ze een heel warm applaus. Het Ebony Saxofoon Quartet. Thank you.
Zelden bereikt ons nu goed nieuws over Syrië, maar afgelopen woensdag in Carré waren we getuigen van een klein Syrisch wonder. Blur-zanger Damon Albarn wist een Syrisch orkest van topmuzici weer bij elkaar te brengen. Een uiteengevallen orkest dat al bijna 5 jaar niet meer samen heeft gespeeld, omdat de meeste muzici op de vlucht waren voor de oorlog. En dat ze hier samen in Amsterdam op een podium muziek konden maken, was reden tot tranen en feest. En extra emotioneel was het voor broer en zussen Ravin, die elkaar voor het eerst in jaren weer in de armen konden sluiten. الأوركسترا صار له تقريبا شيء أربع سنين ونص يعني ما إحنا هذا الجروب ما لعبنا مع بعض يعني. هي الشغلة الحلوة إنه رجعت شفت اللي بحبهم يعني رجعنا الأوركسترا كلها شفناها ولعبنا سوا يعني شغلة كتير مهمة. هاي الحركة اللي معتادة يعني. وحشين يعني احنا ما عاد احنا تفرقنا عرفتي شلون كل واحد ببلد هلا كثير حلو انه احنا التمينا على بعض وللاسف انه هي كم يوم ايام يعني وبعدين راجعين على البلد نحن راجعين على سوريا ايه امتى ترجع تشوفوا بعض الله اعلم ما حدا بيعرف احسن ما تبكي كانه ما شفت شيء شايفينا وعايشينا بدنا وفينا يا ربي يستر ناوي نور مسيرنا بعد غربة بهدلنا كيف ما حدا قدنا كل هيك فسدنا بعدنا عطيزنا ليش ما حدا هزنا هزوا بحالكم صراحه بتسمعكم السما والارض ليك They're fantastic musicians and I think it's great to help get them back together and see them happy again and you know take them out of that zone of being tired and you know stressed and stuff one of the main reasons that we all agreed on from the beginning was hey it would be great to show people the other side of Syria rather than the stories that we've become accustomed to hardship and refugees and war and death and destruction and all of this stuff so again we're human just like everyone else and you know we laugh we joke we play we make music والهان والهان يحق لي اقول الله يصبرني على الغيبه عليك على الغيبه عليك يا زينه عيوني يسألوني ما نامت ايديهم ثواني ثواني بين ايديك بين ايديك على فكره هي ريم اللي بتغني عنها لها كثير شيء خاص يعني هاي الاغنيه بالذات كثير بترجعني لايام نحن مراهقه ايام اللي كنا بالبيت سوا رسالة سلام يفترض لكل العالم نحن ما عاد بدنا حرب بكفي يعني خلص تلفنا متنا من جواتنا خلونا عاد نكمل حياة لأنه الحياة أبدا بكتير من الموت هي إن شاء الله إن شاء الله توصل رسالة للكل إنه خلص السوريين حاجتهم بكفي Ja, en het Syrische orkest is begonnen in Amsterdam, maar gaat nu op tour door Europa. En jij was bij deze bijzondere avond. Wat voor avond was het? Ja, het was echt legendarisch. Ja. Het was heel bijzonder. Het was ook heel duidelijk chaotisch. Mensen hadden een paar dagen om een heel programma voor te bereiden. Een dirigent kon ook geen uitreisvisum krijgen, die was ja, er niet. Die hè? Was verboden. En er waren ook allerlei gastartiesten ingevlogen om het nog spannender te maken. Misschien ook om nog meer kaartjes te kunnen verkopen. Want het is natuurlijk heel onbekend. Om te zeggen, traditionele Arabische muziek. Ja. Dan denkt iedereen weer van, oh,
Arabistan, dat ken ik van het journaal. En dat is eigenlijk wat ik super belangrijk vind. Dat dit project, dat dit op televisie is. Want ja. Ik ben veel in Damascus geweest. En zo herinner ik het. Ja, want je hebt veel in Syrië geweest. Je hebt gewerkt met Syrische muzici. Ook met vluchtelingen. Ja, en in Jordanië. Ja. Wat herken jij? Dat... Nou ja, een levendige, bruisende cultuur. Met een ongelofelijke traditie. Ik heb gewoon super goede herinneringen altijd aan Syrië gehad. En wat er nu gebeurt, is dat... Op televisie zie je niet alleen wat er bijvoorbeeld gisteren is gebeurd... maar er wordt ook bepaald wat er gaat gebeuren. Want televisie en verslaggeving is gewoon een factor in die hele oorlog. Dus het heeft impact dat wij vooral de terroristen, de rook, de vluchtelingen... de problemen zien, de slachtoffers. En dat we dit niet meemaken. En daarom is het zo essentieel dat we dit konden meemaken in Carré. Ja. Om... eigenlijk veel meer te leren over en te begrijpen over wat Syrië is. Ja. Maar ook vooral om te zorgen dat we die ook de toekomst naar onze hand zetten. En dat we het niet allemaal in een soort gevoel van machteloosheid laten gebeuren. Ja. Zie je daar nog een rol voor jezelf in weggelegd? Oh, ik zag ook gemiste kansen tijdens het concert. Ja, dus ik sta te popelen natuurlijk. Ja. Ik heb zelf ook een heel mooi project lopen. Ik ben met Syrische muzici bezig. Die dus allemaal in Nederland wonen in tussentijd. En dat is ook inderdaad heel inspirerend. Dus ik heb inderdaad ook... Je hebt je ijzers in het vuur. Jij komt je gaat ons... En die boodschap die ze over wilde brengen van positieve energie... die is voor jou overgekomen op die avond. Oh, absoluut. Ja, en het is gewoon heel zonde dat ze inderdaad na korte tijd... weer allemaal uit elkaar gaan. Ja. Dat is realiteit. Dus, maar ik hoop zeker dat de mensen die nu bijvoorbeeld in Europa zijn... ook gewoon dat contact van hart tot hart... Ja. Wat in de muziek ontstaat, dat ze daar verder gaat. Ja. Nou, we blijven je volgen en misschien weer weten wat er volgend jaar weer over. Bedankt voor je komst en heel veel succes. Marlijn van 12 ook. Ja. En tot zover het Holland Festival 2016. Fijn dat u hebt gekeken. Wij hopen er volgend jaar weer te zijn. En voor nu een hele fijne nacht. Tot dan. Dag. Dank je wel. Hey.